is nu 5 voor 6. De eerste trainingskilometer er al op zitten. Het belooft een lange dag te worden. Want ja, Alpe d'Huez gaat niet alleen over de prestatie die je levert. Maar uiteraard gaat het er ook om geld op te halen voor het goede doel. Vanavond hebben we daarom een fundraiseravond bij ons op kantoor. Daar zal ik ook filmen. Het doel van de fundraiseravond is 5.000 loten te verkopen van €50 het stuk. En daarmee €50.000 op te halen. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal lukken. Maar het belooft in ieder geval een spektakel te worden. Maar daarover later meer. Ik ga even door met trainen en ik zie jullie later. We staan hier in het bedrijfsrestaurant van Suba Villas. En de voorbereidingen voor de fundraisingavond zijn in volle gang. En dit wordt waarschijnlijk het dessert waarvan ik al van collega's die gisteren geproefd hebben gehoord hebben dat het overheerlijk zou zijn. En daar wordt ook druk gewerkt. Het wordt belooft een interessante en mooie avond te worden. Het festijn gaat beginnen. Er is een behoorlijke crowd verzameld. En wij gaan nu ons plekje zoeken. Net op tijd alles toch nog afgekregen. Dus let the party start. Goedenavond. Inmiddels is de fundraiser alweer weer even een tijdje geleden. Ik ben lekker op vakantie geweest met onze vouwwagen. Fundraiseavond was een groot succes. Wat ik niet verwacht had, is dat we alle 1000 loten van €50 het stuk hebben weten te verkopen in onze geweldige loterij met hele leuke prijzen. En gelukkig heb ik er zelf ook nog een prijsje in weten te scoren. Dus dat is altijd leuk. Al gaat het natuurlijk voornamelijk om het goede doel. Geld bij elkaar halen voor Stichting Alpe d'Huez, voor de strijd, voor de overwinning op kanker. Inmiddels staan mijn rugzakken gepakt, want deze week gaan we op trainingskamp in de Franse Alpen. Ik ga persoonlijk ervaren hoe het is om die berg echt te beklimmen, want ja, in het mooie vlakke landschap hier is het toch erg moeilijk om hoogtemeters te trainen. Dus dat gaan we in Frankrijk doen. Samen met heel wat teamgenoten van team SPP AD6, het Schuberg Villers Alpe d'Huez team. Mijn rugzak is inmiddels vol, dat weet u. Maar dat betekent niet dat ik niet nog meer sponsoring kan gebruiken. U kunt mij sponsoren door te gaan naar http://frank.sppad6.nl en daar op de knop steun mij te drukken. Komt dan op mijn donatiepagina en daar kunt u mij sponsoren. Ik zie u in de volgende videoblog weer. Bedankt!